Welkom bij het HGN Journaal van dinsdag 20 augustus. Allereerst welkom aan alle deelnemers. De HGN is gisteren al begonnen, waar alle medewerkers de laatste hand hebben gelegd aan het opbouwen van het evenement. Hierna zijn er diverse activiteiten gedaan om het HGN gevoel naar voren te krijgen. Tevens is er gegeten en dat was enorm lekker. Laten we even gaan kijken hoe dat eruit zag. We zitten hier naast een hele dunne dame. Ja. Die heel veel rijst eet. Hoe komt dat zo? Nou, ik hou niet zo van groenten en ik ben vegetarisch. Oh. Dus er blijft alleen dit over. En dat heb je niet van tevoren aangegeven? Nee. Dus wat eet je morgen? Dat weet ik niet. Aardappeltjes? Ja, en groenten. Of hou je er ook al niet van? Ja, nee, dat wel. En wat voor groenten hou je dan wel van? Spinazie en andijvie en bloemkool. Dus je gaat vanavond een beetje avances maken op de chefkok? Ja, dit ziet er ook wel goed uit, hoor. Ja, het is een gevarieerde maaltijd, dit. Ja, vind ik ook. Ik zou zeggen, eet smakelijk, zou je niet verder storen. Dankjewel. Geniet ervan. Ja, bedankt. En als er vanavond witte brok in het palet liggen? Dan is het van mij. Even proeven. Nou, wat je eet is wel heel goed, hoor. Ja, die rijst hier. Die rijst al jaren is die goed, hoor. Ja, echt. Dit is echt heel goed. Geniet ervan. Ja, we zijn hier bij het eten en de vraag daar vragen, is het een beetje te eten? Ja. Goed te eten? Heel goed. Wil je ook een hapje? Nou, laat maar even proberen dan. Ja. Super lekker. Biertje erbij. Even voelen. Hai. Na het eten is er een calamiteitenoefening gedaan. Dit om te zorgen dat de ontruiming van het pand, mocht er iets gebeuren, kalm en vlekkeloos verloopt. Laten we ook hier even naar gaan kijken. Dit is een oefening. Een oefening waarvoor? De oefening voor als morgen de mensen er zijn, iedereen in paniektoestand, brand of een gaslek of iets anders, veilig naar buiten te brengen. En dat zijn jullie nu aan het oefenen? Ja, wij behoren dat te weten morgen. Paul, wat is er aan de hand? Paul, wat is er aan de hand? Ja, het pand staat in de fik en we zijn nu enorm bezig iedereen te ontruimen. En zodra iedereen buiten is, dan is het goed, dan mag het pand gaan. Maar nu heb ik even geen tijd. Na de calamiteitenoefening, die vlekkeloos verliep, is iedereen naar de Hik toegegaan. De HGN Eindkroeg. Om zich hier te goed te doen aan wat heerlijk, fris gerstenat. Om geen personen te kwetsen, hebben we de beelden hiervan vernietigd. De ochtend begon heel erg hectisch. Wel of geen nat weerprogramma. Na een koortsachtig overleg van de commissie is besloten om toch over te gaan tot een nat weerprogramma. En nog voor alles klaar stond, heeft de eerste deelnemer van dit jaar het record van vorig jaar verbroken door niet om 7:45, maar om 7:30 aanwezig te zijn. Laten we eens even gaan kijken naar de beelden. Hey Joey. Ja, hallo. Wat een weer. Zeg dat wel, het is erg nat weer, ja. Dat wordt gezellig op het Zuiderpark. Nou, dat gaan we helaas niet doen. We gaan niet naar het Zuiderpark. We gaan niet naar het Zuiderpark? Nee, we gaan alles in de Haagse Hogeschool doen. Oh, het wordt nat weer, programma. Ja, bij deze. Het wordt nat weer. Ah, dus... ja, oké. En wat houdt het in? Het houdt in dat de spelletjes worden in de gymzaal gedaan en in het plein. En daarbij komen ook nog dat het infomarkt wordt bij de dingen gedaan. Is gewoon bij de... Sorry hoor, bij de bibliotheek. Dus alles wordt binnengedaan. Jammer, of niet? Helaas. Nee. Maar misschien beter. Beter, ja. Ja, maar het begint nu op te klaren waar we bij staan, of niet? Het begint niet echt op te klaren, zoals je kan zien. Het regent echt... Ja, maar net was het echt drama. Ja, het is echt een beslissing van 5 minuten die je moet maken op een gegeven moment. En helaas, dus bij deze. Dus hopen dat het nu blijft regenen en geen mooi weer meer wordt. Ja. Nou, dat ook alweer niet. Maar helaas, we kunnen helaas geen beslissingen ongedaan maken, dus het blijft hierbij. Oké, nou dankjewel. Graag gedaan. Goedemorgen.
Hi. Jij bent? Nisri Peters. En je bent de eerste deelnemer vandaag in 2002. Hoe vind je ervan? Een beetje rommelig nog. Rommelig? Wel nee, je bent al niks gewend. Komt allemaal nog. Oké. En wat verwacht je vandaag in? Een beetje de stad te leren kennen, maar ik heb dit in Enschede ook een keertje gedaan. Dat is al 2 jaar geleden. Ja, ik wil hier gewoon een beetje leren kennen, dus kijken. En je gaat hier ook studeren of alleen de stad leren kennen? Ook studeren. Wat ga je studeren? IVET. IVET. Ja, 2. En ben je nog van plan lid te worden bij een studentenvereniging? Nee, dat lijkt me niks. Nee, ik heb het ook niet in Enschede gedaan. Dat is niet wat voor mij. Niet in Enschede gedaan? Nee. Ja, maar je weet niet wat je mist. Toen iedereen zijn groepje had gevonden en zijn spullen had ingeruimd, zijn we overgegaan tot de opening, waar naast diverse sprekers ook de heer Deetman en een heel stoere ooievaar aanwezig was. Meneer de burgemeester, welkom Hagin, Den Haag Studentenstad. Wij doen heel erg ons best. Wat vond u van de opening? Fantastisch. U heeft heel hard gedanst. Ja, jullie hadden me snel in de hoefjes, als ik het zo moet zeggen. Dan wou ik vragen. Den Haag Studentenstad, we weten natuurlijk allemaal dat we hard moeten studeren. Ja. Maar zijn er ook voordelen van een studentenvereniging? Ja, er zijn veel studentenverenigingen in Den Haag, dat is goed. Want Den Haag Studentenstad betekent ook dat je gezelligheid moet hebben. En dat betekent dus dat er wel studentenverenigingen moeten zijn die allerlei activiteiten ontplooien. En wat dat er gaat, is er enorm veel gebeurd in de afgelopen jaren in Den Haag. En ik denk dat dat wel gaat lukken allemaal. Oké, nou dan zie ik het zelf graag gebeuren dat alle nieuwe eerstejaars in grote getale in Den Haag komen wonen. Heeft u nou iets moois erover te zeggen waarom ze dat ook zeker moeten gaan doen? Nou, punt 1 is Den Haag een gezellige stad. In de tweede plaats, ik vind eigenlijk de keus voor Den Haag een uitstekende. Er is niet alleen heel veel aan keuzemogelijkheden op het terrein van het hoger onderwijs. De instellingen in Den Haag werken samen met 2 universiteiten aan de rand van Den Haag, zeg ik dan maar, Leiden en Delft. Maar Den Haag en de regio is ook een gebied, gemeente, met enorm veel werkgelegenheid. Niet alleen bij overheid, maar bij internationale organisaties, internationale bedrijven, bij bedrijven van allerlei soort. Ook in de moderne technologie, informatie- en communicatietechnologie bijvoorbeeld. Dus wat dat er gaat, denk ik dat als je voor Den Haag kiest, kies je niet alleen voor opleidingsmogelijkheden volop. Maar ja, als je wil, in beginsel denk ik ook voor werk. Dus voor het lange termijn, alle eerstejaars moeten ook zeker in Den Haag komen wonen. En dan wil ik nog tot slot vragen, wat wilt u ze nog meegeven voor de rest van hun studententijd? Nou, punt 1, geniet van de studententijd. En ja, dat hoort er ook bij. Toch wel zorgen dat er binnen een redelijk tempo ook afgestudeerd wordt. Want als je niet afstudeert, heb je jezelf daarmee, je hebt de samenleving daarmee. Dus ja, dat is af en toe keuzes maken, maar geniet er ook van. Een beetje een balans daartussen vinden. Zeker. Nou, dan wil ik u hartelijk danken voor dit interview. Ik vond het leuk dat u hier aanwezig was. Ja. Ik vond het leuk om u te hebben gezien dansen. En misschien tot volgende keer. Oké, afgesproken. Dag.
Nu het weer. Let op, dames. Er wordt dit jaar gestreden om de titel Miss Weather Girl 2002. Vandaag ga ik het weer voor jullie presenteren. Het wordt 19,5 graden. Het wordt, 4 uurtjes zon. Windkracht 3. En half bewolkt. Dit was het weer met Linda van Leeuwen in Den Haag bij de Haagin. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij het weer. Het wordt 19,5 graden. Windkracht 3. Half bewolkt. 4 uurtjes zon ongeveer. Veel plezier ermee. Is het weerbericht van vandaag? Het wordt 19,5 graden. En 4 uurtjes zon. En windkracht. Hop, hop. Met windkracht 3. En we zijn Mariska en Alma van groepje 4. Ruit 4. Goedenavond. Morgen wordt het 19,5 graden, windkracht 3, 4 uurtjes zon en half bewolkt. Ik ben Priscilla van het team Zwart 1 vanuit de Haagse Hogeschool. Want dit is Peter vanuit de Haagse Hogeschool met het weer. Het wordt morgen 19,5 graden, 4 uurtjes zon, windkracht 3 en het is half bewolkt. Dit was het weer vanuit de Haagse Hogeschool. Voor morgen wordt het, het begint zonnig, maar dan komt er flink onweer en dan komt er nog een wervelwindje bij. En aan het eind van de dag klaart het dan toch wel weer op. En de rest van de week gewoon lekker zonnig. Goedemiddag, we hebben nu het weer voor morgenochtend. Morgenochtend wordt het uiteraard zonnig, bijna tropisch. Morgenmiddag uiteraard precies hetzelfde. Ik hoop dat je nog geniet van een enorme mooie Haagin. En niet vergeten je zonnebrandcrème mee te nemen, want het wordt echt helemaal zo. Bedankt! Tot slot. Het journaal staat morgen online op www.i-motion.nl. De makers van deze site zijn behalve bezig met het HJ, ook bezig met het maken van een documentaire. Changes. Elke avond deze week zullen aansluitend op het nieuws stukjes van deze documentaire te zien zijn. Dit was het nieuws voor vandaag en nu een stukje van Changes. Dankjewel. iMotion Pictures maakt de documentaire Changes, All Sides of the Story. Changes, All Sides of the Story is een documentaire over het leven van 6 mensen die actief zijn in Den Haag Studentenstad. Wij wilden het laten zien hoe Den Haag Studentenstad beleefd wordt vanuit de ogen van deze studenten. Mijn naam is Janna Bedoons. Ik ben regisseur van iMotion Pictures. Hallo, mijn naam is Martijn Bogaert en ik ben de editor van iMotion Pictures. Ik ben Marten van der Meijden, PR-manager van iMotion Pictures. Begin februari van dit jaar
kreeg Janna een idee om een HGN-journaal te maken. Zij is vervolgens daar bij mij terechtgekomen en wij hebben samen gepraat over dit HGN-journaal. Na het journaal leek het me leuk om dan een stukje te laten zien van het studentenleven in Den Haag Studentenstad. We zijn er verder over gaan praten en zijn terechtgekomen bij het idee om een documentaire te maken over dat studentenleven, gezien vanuit de ogen van die student, meekijken over de schouder. We hebben een team gevormd. Janna als regisseur, ik als PR-manager. En we hadden nog iemand nodig die verstand had van computers voor het editen en het maken van een internetsite. Martijn Bogaert was snel gevonden en was zeer snel en zeer enthousiast over dit project en wilde graag meedoen. Martijn Bogaert weet veel van computers en het is erg handig voor de editing. Voor het verwerken van de digitale videobeelden was een vrij heftige computer nodig. Alles gebeurt digitaal tegenwoordig. Er is geen videorecorder aan te pas gekomen op de camera's na dan. Mede dankzij allerlei fondsen die ons financieel wilden ondersteunen is het mogelijk geweest om een computer aan te schaffen die krachtig genoeg was om aan digitale videobewerking te doen. Voor degene die het echt interesseert zal ik een kort technisch verhaal ophangen. Ondertussen kan je van de beelden genieten die erbij horen, voor zover je van genieten kan spreken. We hebben gekozen voor de grootst mogelijke harddisks die op dit moment beschikbaar zijn. Maar dat wil zeggen, op dat moment waren dat 120 gigabyte schijven. Zomaar 120 gigabyte schijven. Nee, we hadden de Western Digital Special Edition. Dat wil zeggen 8 MB cash per harddisk. Totaal hebben we 2 harddisks gebruikt, 240 gigabyte bij elkaar. Om het allemaal aan te sturen heb je natuurlijk een beetje fijne muis nodig. Nou, dat is heel spannend. Natuurlijk wel voor een dual optical muis gekozen. Ja, je moet er natuurlijk een beetje bij blijven. Maar wat echt interessant was, was het gebruik van 2 monitoren. Doordat je 2 monitoren hebt, kan je namelijk op je ene beeld een videoscherm krijgen. En op het andere beeld kan je al je gereedschappen kwijt. Het was even nog. Eindelijk is het wel gelukt. Voor video kan ik een mooie AP Radio 5800 genomen. 265 MHz klopt de sample natuurlijk, want we moeten wel een beetje snelheid zitten. Verder heeft gekozen voor een Intel CPU. Dat wil zeggen, we wilden wel voor een Atom gaan, aangezien die de status hebben van sneller te zijn. Daarentegen was ten tijde van het aanschaf van het systeem de configuratie in de Defensie 4-computer vele maal sneller. Atom computer, en dat wil zeggen, de Atom XP 1800 was net uit. Tegenover van vijf. We zijn aan de slag gegaan om te gaan kijken wat we nou precies met het project wilden en wat de invulling moest zijn. Voor de introductie van de hoofdpersonen hebben we gekozen voor een aanpak die laat zien waar ze heen gaan, waar ze wonen en vervolgens waar ze voor hun doel heen gaan. Bijvoorbeeld een vergadering of een samenkomst met vrienden, een sociëteit, noem maar wat. En nou leek het ons leuk om, ik heb toch mijn rijbewijs en een auto. En het leek het ons een aardig idee om vanuit de auto de mensen te filmen terwijl ze fietsen. Nou, dat hebben we geweten. Voor een aantal shots hebben we een rijdende auto gebruikt om een wat spannender beeld te krijgen. De auto van mijn vriendin hebben we daarvoor ingezet. Er was ruimte zat. Ik ben nog, Martin zat voorin, achterstevoren in de auto. Janna zat daar achterin, samen uit de auto hangend. Terwijl ik met de auto maximaal in zijn tweede versnelling door de straten heen mocht scheuren. Nou, gelukkig was mijn vriendin zo vertrouwensvol om haar auto uit te lenen aan mij. Verder kan ik vertellen dat onze acteurs het erg leuk vonden om gefilmd te worden. Het probleem was echter dat zij vergaten dat je met de fiets nog wel eens door rood licht kan rijden. Maar met de auto kan je dat niet maken, dus we zijn regelmatig een acteur kwijtgeraakt tijdens onze achtervolgingsscènes en konden we opnieuw beginnen. Omdat we natuurlijk veel op verschillende locaties filmen en veel studenten in beeld komen, wil iedereen er natuurlijk wat van zien. Daarom hebben we ook een website www.i-motion.nl. Hoewel we alle drie een aparte functie hebben, zijn we toch één team en doen we eigenlijk alles samen. Als er gefilmd moet worden, dan zijn we er alle drie bij en staan we alle drie achter de camera. In de documentaire Changes All Sides of the Story krijgen jullie een klein kijkje in de keuken van het studentenleven. We hopen dat door het zien van deze documentaire jullie meer inzicht krijgen in het studentenleven en ook geenthousiasmeerd zullen worden om ook actief te worden in het studentenleven.